Mark Goos brengt zijn dagen zeppend voor de televisie door. De inwoner van Dorst mag ook niet veel meer doen omdat hij nog altijd niet hersteld is van een val op zijn heup. Bij die val raakte een bloedvat beschadigd, iets waar hij tijdens zijn herstelproces pas achter kwam. Kijk, zonder deze complicatie was ik gewoon op niveau geweest. En verschillende testen in december bleek ook gewoon dat mijn heup weer helemaal de oude was, helemaal goed hersteld. Alleen dit zijn bijkomende klachten. Ja, dit is gewoon dit is een heel zeldzaam geval. Artsen zeggen ook dat het gewoon echt puur pech is dat ik toen bij mijn val ook net dat bloedvat kapot heb gevallen. Goos gaat eind volgende week onder het mes om het herstelproces wat te versnellen. Eén ding is al wel zeker, dit jaar rijdt hij niet meer. Verder zal het herstellen verder uitzien zoals ik nu eigenlijk doe, gewoon rusten met krukken lopen. En waarschijnlijk over een paar maanden weer een nieuwe scan maken. Tot die tijd zal Goos zichzelf vooral heel veel vervelen. In het begin dacht ik van, ik kijk heel even geen wielrennen op tv. Of helemaal geen sport. Maar na twee weken toen kwam ik erachter dat ik toch wel aardig verslaafd ben aan sport. Dus het ging toch weer kijken. Ik geloof zeker dat het goed komt, alleen het duurt gewoon heel lang. Omdat we het zo sneu vinden van jou, Mark, hebben we een pakketje voor jou samengesteld. Met een vliesdeken, een onmogelijk oplosbare puzzel, een stappenteller en een stressballetje. Dankjewel. Oh, hier ga ik hem wel mee kunnen vermaken, denk ik. Is niet te doen, is te moeilijk.